Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars. Hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de VARA. Hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Co. Snel. Het muziekje bij de KRO-vlag. The Girl That I Marry van Irving Berlin. Ik weet nooit welk orkest dat is en niemand weet dat blijkbaar, want dat is nergens te vinden. Ik schat op George Malacrino of anders Frank Chexfield. Goeiedag, Studio Hilversum, het derde en laatste programma over de 90-jarige KRO. Vandaag, u raadt het al, de televisie. You know what the comedian said when the audience threw eggs at him? He said, laugh it up, these are the yolks, folks. To introduce Miss Piggy, that's what I'm here to do. So it really makes her happy to introduce to you the indescribable, the incompatible, the unendurable Miss Piggy! Kermit, how did you describe me? Indescribable. What else? I can't remember. Well, remember this! Hi-ya! Ladies and gentlemen, the Muppet Show's record-breaking drummer, Animal! Yeah, break record! Hi-ya! No, Animal, not this one! The Muppet Show, creatie van Jim Henson, door de KRO uitgezonden van 1976 tot 1981, met onder andere Kermit Kikker, Miss Piggy, de Zweedse kok, Jules Kloppen, Eukevuur en Polen, Fozzie Bear, Animal, dat was de drummer, eigenlijk orkestleider Jack Parnell en vele anderen. Niet te vergeten die mopperaars hè, in de loge, Stadler en Waldorf. De Muppet Show is weer terug en het is echt niet geschikt voor kinderen, zegt men. Veronica zendt dat nu uit. Het liedje werd gemaakt door Jim Henson en Sam Pottle. De KRO had de eerste televisieuitzending op 16 oktober 1951. Een toespraak door voorzitter professor Dr. J.B. Kors. Een gesprekje met doofstomme meisjes. Dan een reportage uit Rotterdam, waar voorbijgangers op televisieschermen in de open lucht uitzendingen konden volgen. De verslaggever was Leo Pagano. De omroepster was de aardige dochter van KRO-secretaris Bouwman, Miesje. Vlak voor de uitzending werd ze overvallen door radioreporter
Paul de Waard. Juffrouw Bouwman, een ogenblikje. U bent omroepster hier? Ja. Ja. Heb u eventjes tijd om... Nou, heel eventjes. Ik moet zo de lucht in. Zo? Ja. Zo met al die kleuren op uw gezicht en hoe noemt u dat natuurlijk? Make-up? Het zal wel groen en geel voor uw ogen worden. Nee, blauw. Blauw. Nou ja, goed. Op het scherm is het straks toch allemaal normaal en het geeft een goed effect. Heb ik al gemerkt. Bent u zenuwachtig? Nou, wel een beetje, ja. Maar ze zeggen dat dat ervoor nodig is. Moeten we duimen voor u? Nou, graag. Nou. Alle drie. Daar heb je dat vlagmuziekje weer. In deze montage klinkt het wat belabberd, dus ik praat er even overheen, want u heeft het net nog gehoord. Vanaf 1955 voor de kinderen, een poppenspel van het Marionette Theater van Bert Brugman, Dappere Dodo. Dat was er tot 20 mei 1964. De hoge stemmers van Dappere Dodo worden Kees, Ome Harkie, opa Buiswater, die was er ook in, maar die horen we nu niet. Net als juffrouw Vulpen ook niet. En de boeven Bruto en Netto. Maar eerst het lied van Dappere Dodo. Als jullie wisten wat er vorig jaar hier in deze eigenste kamer gebeurd was, nou, dan zou je wel anders praten. Wat is er dan gebeurd, oom Arkie? Kwamen de zwarte katten met lange staarten uit de kachel? Nou, mama maak er maar geen grapjes mee. Als jullie wisten wat oom Arkie weet, nou, dan... Dan zitten te bibberen? Of te liggen te gillen op de grond? Hoe vertelt u het nou, oom Harkie? Na Dappere Dodo was er van 28 maart 1956 tot 13 februari 1960 Hocus Pocus, dat kan ik ook. Goochelaar Adrie van Oorschot toonde trucjes in gezelschap van zijn dochtertje Mieke. Tommy Verstoep, dat was een rol voor Dick Bos. En de Chinees Liang Wang Chang Cheng, dat was Gerard Heisteen. Gerard zat begin jaren 60 nog even naast Mia Smelt voor de presentatie van Moeders Willingswet op KRO Radio. Ivanhoe was een creatie van Sir Walter Scott, de Engelse televisieserie met Roger Moore in de hoofdrol. Die zond de KRO uit tussen 21 oktober 1961 en 25 juli 1964. 20 november 1965 tot 24 september 1966 is ook nog wel herhaald, ook via Sky Channel. Ko Hagedorn, een typische KRO-zanger bij Frivoletta en het Cascadeorkest van Johnny Ombach, in de volksmond met Nelly Wijsbeck, die zong het titellied. Dat is te vinden op www.muziekschatten.nl. Gaan wij te paard met Ivanhoe. Waar hij gaat of staat, we zijn steeds aan zijn zij. We zijn paraat en zingen vrij en blij. Ivanhoe, Ivanhoe, overal door bos en dal met Ivanhoe. De vrijheid is een leuze, gerechtigheid in het land. Er is voor hem geen keuze, zijn zwaard is in zijn hand. Kom, we gaan
week de paard met Ivanhoe. Waar hij gaat of staat, bezeet steeds aan zijn zee. We zijn paraat en zingen vrij en blij. Ivanhoe, Ivanhoe, overal door bos en dal met Ivanhoe. De vrijheid is een leuze, gerechtigheid in plan. Er is voor hem geen keuze, zijn zwaard is in zijn hand. Kom, we gaan, alle te samen. Wie was dat jongetje? Men heeft nog wel eens gezocht naar het knaapje, maar geloof ik niet gevonden. Kohagedoren met het orkest van Bert Page. De muziek was van Benedikt Berenberg en de tekst van Mieke Hanegraaf. Het origineel is dan te vinden op muziekschatten.nl. Straks nog wat andere jeugdseries van de KRO. Eerst even aandacht voor KRO-veteraan Aad van de Heuvel, nu 80 jaar... Hij draaft nog wel eens op om zijn mening te verkondigen in het mediaforum, op NPO Radio 1 in de ochtend of bij De Wereld Draait Door op televisie. In 1959 ging Aad KRO-directeur Jan Kasteleins interviewen. Jan dacht dat Aad kwam solliciteren. Aad ging daarop in en kreeg er geen spijt van. Hij werd een van de gezichten van het actualiteitenprogramma Brandpunt, gestart in 1959... Hoe dat met de tune zat, want The African Waltz door het orkest van Johnny Dankwart was er pas in 1961, misschien een andere versie gebruikt van Cannonball Adderley, compositie van Colt Dermot. De begindrums die kwamen uit Artistry in Percussion door Peter Rugolo op drums bij het orkest van Stan Kenton. Dit is de macroboes, ofwel de kangoeroe. Komen ze in Australië zoveel voor dat het bijna een plaag is geworden, hier in Nederland kunnen we ze alleen bezichtigen in de dierentuinen. En dat doen we. We kijken en geven de kangoeroe te eten. Of eten de kangoeroe, want sinds kort is ook dat in Nederland mogelijk. Bij een temperatuur van 20 graden onder nul liggen ze opgeslagen bij een importeur in Den Haag. Te wachten op de consument die erom zit te springen. De bedoeling van deze vooruitziende geest om door middel van deze stijf bevroren buideldieren zijn eigen buidel te spekken, is een duidelijke en begrijpelijke zaak. Meneer Van Mierlo, bent u tevreden over de verkoop van het kangoeroevlees in uw restaurant? We zijn kort geleden hier mee gestart op een aanschrijven van de polier die mij een schrijver deed van deze nieuwe kangoeroebout. En inderdaad, ik dacht, ik ga iets proberen, verandering van spijs doet eten. En ik wacht na deze korte tijd, maar ik echt niet klaar erover. Ik heb zo'n plusminus een 30 kilo erin verwerkt en dat is zeer veel. Dat is heel wat, dus 30 kilo. Ja, in verhouding met andere producten die wij ook nog verwerken, is dat zeer veel, ja. Fijn, meneer Van Mierlo, hartelijk dank. Ja, dank u wel. Brandpunt was er tot 1996 met naast Aad van de Heuvel, Fons van Westerlo, Willebrod Verkuijm, Dirk Bolt, die ging er spoorloos, Ad Langebent, Ton Verlind, Fons de Poel. Brandpunt kwam in 2010 terug met onder andere Sven Kokkelman, Aart Zeeman, Wouter Kurpershoek en Fons de Poel. Die zei snotneus en hij kon vertrekken. Zeg dus door snotneus, want je wordt eruit gegooid. Men was toch een beetje vergeten dat Brandpunt altijd een krachtig gezegde had aan het eind. En dan zeiden ze, dit was Brandpunt, goedenavond. Nou ja, werk voor Henk van der Aa nu hè, en Lisbeth Staat. En dit was de eindtune van Brandpunt.
De kenners hebben het gehoord. Dit was het adres van Sid Lawrence in 1972 met Splanky van Neil Hefti. In 1957 gespeeld door de band van Count Basie. En die opname werd gebruikt als eindtune van Brandpunt. Over Aad van de Heuvel gesproken, hij presenteerde de Alles is Anders show, de Van Spijk show. Daarin zat ook nog even Cursief, de televisieversie van het radioprogramma. Hij werkte mee aan de Ver van mijn bed show, ook met Han van der Meer vanaf 1978. Aad presenteerde van 1989 tot 1999 het humoristische consumentenprogramma Ook Dat Nog. Daarna Frits Spits en Jeanne Kooijmans. Buitenlandse series bij de KRO. Alfred Hitchcock van 1955 tot 1962. Hitchcock had net als in zijn grote speelfilms ook een klein bijrolletje. Elliot Smith & Jones, Bonanza. Dat was er van 1959 tot 1973 bij de KRO vanaf 1964. En veel detectives, daar is de KRO onbekend. Hè? Midsummer Murders, Inspector Morse, A Touch of Frost, Lewis nu weer. Van 1966 tot 1968, 120 afleveringen van Batman. Adam West als Batman en Burt Ward was Robin. De muziek was van Neil Hefti. 5 november overleed George Barris op 89-jarige leeftijd. Ik zeg dat omdat hij de uitvinder was van de Batmobiel. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Vocal Group en orkest onder leiding van Neil Hefti met het Batman theme. Nederlandse series bij de KRO televisie, Stadhuis op Stelten, Joop ter Heul, Kant aan mijn broek, Klop op de deur, Een mens van goede wille, De brug, De appelgaard, Wij Alexander en Dagboek van een herdershond. Naar de trilogie van Chroniek van een parochie. Ja, zo moet ik het zeggen. Trilogie Chroniek van een parochie. Van priesterschrijver Jacques Schreurs. 16 afleveringen van 16 januari 1978 tot 29 januari 1980. Scenario en regie Willy van Hemert. Worjo de Meijeren als kapelaan Erik Oudekerke. En Co van Dijk als boer Nicolas Bonte. De muziek was van Ruud Bos. Erik Oudekerke. Dat zegt u? Oudekerke. Oh, Nicolas Bonte. De grootste boer van de omtrek en de rijkste.
Met een bonk van een wijf, 7 zonen, 30 koeien... en 60 bunder akker en grasland. Dat durf ik te zeggen, omdat ik 28 jaar geleden met geen nagel om mijn gat te krabben hier aankwam uit Amerika en met geleende centen een perceel woeste hei en een krot dat op instorten stond gekocht en van Baron de Gistel. Daar heeft hij nou zwaar de schurft over in, want het is allemaal het 10-dubbele waar. Maar geen mens krijgt mij ooit weg. Dan is God u zeker goedgezind geweest. Ja, dat zal wel, ja, ja, ja. Hij heeft me alleen mooi alleen laten modderen. Hè? Maar het hindert niet. Dat is maar goed ook. God is geen boer en Bonte is geen God. Co van Dijk, prachtige acteur. En Jo de Meijer. Onlangs liet de Caro nog een aflevering zien van een dagboek van een herdershond. Overigens, er is heel veel te lezen over Ruud Boos op muziekschatten.nl. Hij maakt ook de tunes voor het radioprogramma Cursief en het televisieprogramma waar ik het net over had, ook dat nog. Comedyseries had de Caro als Toen was geluk heel gewoon, van 1994 tot 2009, gebaseerd op de Amerikaanse sitcom The Honeymooners van Jackie Gleason, vertaling en bewerking Gerrit Cox, die speelde Jaap Kooijman, en Sjoerd Plezier, die speelde Simon Stokvis. Joke Bruis was Nel Kooijman en Huip Roijmans die gekke meneer Harms. Heel vaak herhaald en altijd weer hoge kijkcijfers. Citroentje met suiker was er van 1972 tot 1974. Tekst Eli Asser, muziek, dat was van de... Ja, van wie was de muziek ook alweer? Niet van Harry Banning volgens mij. Adele Bloemendaal speelde daarin mee, Piet Reumer en Leen Jongewaard. En ook Lex Goudsmit, dat was een soort vervolg. Op het schaap met de 5 poten. Het schaap met de 5 poten. Het schaap met de 5 poten. Mensen lief, waar gaan we toch naartoe? Ze doen op deze wereldbol niks anders meer als knokken. Mensen lief, dat maakt me toch zo moe. Ze gooien barricades op en slaan elkaar met stokken. We lopen maar te mokken en sukkelen maar door. We werken ons te pokken en we weten niet waarvoor. Meelsel liep een waarheid als een koe. De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn me schokken. Meelsel liep, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn me schokken. Houten, 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 houten. Mensenlief, waar gaan we toch naartoe? Een dame met een rattenkop, een heer met lange lokken. Mensenlief, we spelen kiekeboe. De vrouw is geëmancipeerd, de man een held op sokken. Een broek vervangt de rokken, dat is een groot bezwaar. De geiten en de bokken hou je niet meer uit elkaar. Mensenlief, een waarheid als een koe. De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn we sjokken. Mensenlief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn me schokken. Hotel, 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 hotel. Meelselief, waar gaan we toch naartoe? We worden allemaal zenuwziek in onze woningblokken. Meelselief, het is een ratje toe. We jakkeren langs de grote weg en maken alsmaar brokken. We lopen maar te jokken, er is niks aan de hand. Maar tegen zoveel schokken is geen enkel mens bestand. Meelselief, een waarheid als een koe. De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn me schokken. Meelselief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn me schokken. Hotelen, 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 botel. Hotelen, 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 botel. Meelselief, waar gaan we toch naartoe? Het leven is een dure grap en iedereen moet dokken. Meelselief, we zitten fout in hoe. Je krijgt de neiging om er maar voorgoed mee af te nokken. We nemen grote slokken en vullen weer ons bord. En verder blijft het gokken dat het eenmaal beter wordt. Meelselief, een waarheid als een koe. De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn me schokken.
Meelse lief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn me sjokken. Hotele, 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 botel. 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 Meelse lief en waarheid als een koe. De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn me sjokken. Meelse lief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn me sjokken. Het ging altijd zo lang door, hè? Mensen lief, waar gaan we toch naartoe? Dat was geen echte hit uit Het schaap met de vijf poten. Dat gold wel voor als je elkaar niet meer vertrouwen kan. We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? En het zal je kind maar wezen. Van 24 oktober 1969 tot 8 mei 1970, 8 afleveringen. Men denkt altijd veel meer. Tekst Eli Asscher, muziek Harry Banning. Ook weer Adelle Bloemendaal, Leen Jongewaard, Piet Reumer en Willeke van Amon-Roy. Vanaf 2006 Het Vrije Schaap, Het Spaanse Schaap enzovoorts. Met het scenario van Frank Houtappels. Met onder andere Loes Luca, Pierre Bokma, Mark-Marie Huibrechts, Georgina Verbaan, Jenny Arian en Ron Kas. Carrie Tefse was nog even opa. O poe, zelfs de geest van O poe. Ik weet het alweer, ik zat te malen. Die muziek van Citroentje met Suiker, dat was toch Ruud Bos. Ruud Bos had met Joop Stokkemans de muziek geschreven voor Rust nog duur. Misschien kom ik daar zo meteen nog aan toe. Quizzen bij de KRO, Het Gulden Schot met Kees Schilperoort. Wie goed denkt, wie niet weet en verstand van schieten heeft, maakt de kans op de pot van Het Gulden Schot. Je doet veel lekker rust in je woning in, en daarna word je misschien wel schutters. Zeg Marijke, bel jij onze eerste kandidaat? Dan houden we zijn foto voor de lens. Beste kijkers, hier ziet u dan het intelligent gelaat van meneer De Lange. Het is net een mens. Hallo? Hallo meneer De Lange, staat uw toestel aan? Zit u klaar voor het lossen van het eerste schot? Wat zegt u nou? Bel ik u onder de douche vandaan? Is het dan niet eng dat u nou bloot aan het schieten moet? Wie goed denkt, wie niet beeft en verstand van schieten heeft, maakt een kans op de pot van Het Gulden Schot. Je doet heel lekker klus in je woningkie en daarna word je misschien als schutterskoninkie. Kees Schilperoort met het lied van Het Gulden Schot. Hij presenteerde dat vanaf 1968 had het overgenomen van Lou van Burg. Het liedje was van Frank Deerne en Kees Corbijn. Dan had je die populaire quiz voor een briefkaart op de eerste rang met Bob Bauma van 1969 tot 1982. De WB-quiz met Berend Boudewijn. Heel kort eigenlijk, maar ik dacht dat dat veel langer was. 71-72. En Pierre, wat hebben zij gewonnen? Dan kwam Pierre van Oostade, die ook bekend was als Coston Huismans, met de prijzen. De 1-2-3-shows met Rudy Karel van 1983 tot 1984. Tedde Braak nam dat over. Van 84 tot 86, de 1-2-3 loterij. Frank Kramer, oud voetballer, had ook een show. Hij was ook nog even lid van de groep Full House met Standing on the Inside van Niels Sedaka. Frank Kramer's show van 82 tot 84. Deed ook Hins en Boggel, daarna door Anita Witsier. Met Belgische collega's deed zij ook 10 voor taal. Jos van der Valk presenteert, dat was een populaire kreet bij de KRO. Allerlei shows, de Piste bijvoorbeeld, dat was een circusshow. En de zaterdagavondakkoorden vanuit Treslong in Hillegom vanaf 1960 met Teddy en Henk Scholten, vele binnen- en buitenlandse gasten als Catharina Valente, Charles Trenet, Fico Toriani en het hele orkest van Edmundo Ross. Boombody 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 boom 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 boombody 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 boom. Oh dokter,
ik ben niet lekker. Oeh, grotjes, nog aan toe. Er is een man, als ik die zie, weet u dan wat ik doe? Dan bloos ik overal en mijn hart slaat dan zo mal. Ai, ai, ai. Het gaat boembedi 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 boem. Oeh, grotjes, nog aan toe. Gebeurt dit euvel dikwijls? Ja, ja. Het is werkelijk heel apart. Mijn stethoscoop gaat hobbelen op het babbelen van uw hart. Ah. Wat is dat voor een man die zoiets creëren kan? Al dat boembedi 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 boem boem boem. Boembedi 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 boem. Oh, grotjes, nog aan toe. Misschien wilt u zelf eens naar uw hart luisteren, hm? Naar de dokter, luistert u eens naar het uwe. Ai. O, dokter, neem een hand eens. Oh, grotjes, nog aan toe. Merkt u met al uw knapheid, geleerdheid, nog niet hoe het mijn hart van slag afmaakt, ai, als uw hand de mijne raakt. Hm. Het gaat boembedi 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 boem. Oh, grotjes, nog aan toe. Kijk mij eens in mijn ogen. Wat? En blijf zo even staan. Hmm? De man die mij van slag afbrengt, die zelf kijkt mij nu aan. Oh, nou heb ik het ook. Wij zijn samen van de kok. Wij gaan boembedi 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 boem boem boem. Boembedi 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 boem. Oh, grotjes, nog aan toe. Boembedi 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 boem boem boem. Boembedi 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 boem. Oh, grotjes, nog aan toe. Dokter, ik ben niet lekker. Slaat een beetje op mezelf. Ik heb wat in mijn hoofd. Vandaar die vergissingen, die vele vergissingen. Een koude in het hoofd. Maar ik ga vrolijk voort. Boembedi boem, Teddy en Henk Scholten. Met de Nederlandse versie van Goodness Gracious Me. Liedje van David Lee en Herbert Kretzmer. En George Martin, jawel, die had de TD trouwens aangedragen in 1960. En die is te vinden op muziekschatten.nl. Zaterdagavond akkoorden. Teddy heeft het ook nog even alleen gedaan zonder Henk, maar dat werkte niet op de een of andere manier. Van 1958 tot 1978 had de BBC de Black and White Minstrel Show, onder leiding van George Mitchell en het orkest van Robert de Cormier, bij de KRO vanaf 1964. We never go driving after dark. In a stately limousine, we'd rather sit down in Central Park on a bench that's nice and clean. We never go to a floor show, the ballet we don't get. We never heard Callas singing opera at the Met. We never go driving. I get too hungry. In a stately limousine, we'd rather sit down. I like Central the theater, on a bench that's nice and clean. We never go. So slanty it touches the ground, but my tumble-down shack by an old railroad track, like a millionaire's mansion, is calling me back. Come back, I'd give up the palace if I were a king, and it's more than a palace, it's my everything. There's a queen waiting there with a silvery crown in a shanty in old shanty town. Look.
Though there's nothing in the larder, don't we have fun? Yeah! Times are hard, they're getting harder, still we have fun. There's nothing surer, rich get rich and the poor get nothing. In the meantime, in between time, ain't we got fun? Sitting high on a hilltop, tossing all my troubles to the moon. Well, the breeze seems to say, don't you worry, things are bound to pick up pretty soon. Here near the sky on a hilltop, seems to me the world is all in tune. I forgot all the hustle and hurry, tossing all my troubles to the moon. In the big rock candy mountains, there's a land that's fair and bright, where the handouts grow on bushes and they sleep out every night. Where the boxcars are all empty, where the sun shines every day, on the birds and the bees and the cigarette trees and the lemonade springs, where the bluebird sings in the big rock candy mountains. There's a lake of stew and of whiskey too. You can paddle all around him in a big canoe in the big rock candy mountain. Oh, I don't know where I heard this funny little song. I only remember we were traveling along. So I'll go on and keep on singing this song, just as long as you're by my side. Oh, I don't know where I heard this funny little song. Happy Tramps medley uit de Black and White Minstrel Show onder leiding van George Mitchell, met als solisten Tony Mercer, Dave Francis, die kon goed Al Jolson nadoen, en John Bolter. We hoorden de Ladies a Tramp van Rodgers and Hart, In a Shanty in Old Shanty Town van Jack Little en Joe Young, Ain't We Got Fun van Richard Whiting, Raymond Egan en Gus Kahn, I'm Sitting High on the Hilltop van Gus Kahn en Arthur Johnson, The Big Rock Candy Mountain. Ja, ik denk dat het uit 1928 komt. Het was een bewerking van een volkswijsje. En dan hadden ze nog Side by Side van Harry Woods en Gus Kahn. U raadt het al, op een gegeven moment was die Black and White Minstrel Show verboden, want een aantal blanke zangers en dansers waren zwart gesminkt. En dat kon echt niet meer. Nu heb je dat in het kader van Zwarte Piet. Dus dat moest ophouden, terwijl ze dat heel onschuldig bedoelden. Maar ja, de tijden zijn veranderd. Men denkt heel anders over bepaalde zaken. De KRO zond ook de Wim Sonneveld shows uit in 64, 66. De Andy Williams shows van 69 tot 71 met het Cookie Monster en de Osmond Brothers. En Willem Bruis begon ook bij de KRO in 1976, ging naar de VARA in 1980. Er is nu een voorstelling over Willem, dat weet u vast wel, met Xander van Vledder in de hoofdrol. Producer Joop van den Ende zag de drummer van de groep Lucifer met zangeres Margriet Eshuis in het voetbalstadion van AZ in Alkmaar André Hazes aankondigen. Inderdaad, Henny Huisman. Hij had de playbackshow uitgevonden.
Het werd eerst onderdeel van de Zomeravondshow, in 1983 een zelfstandig programma en in 1985 kreeg je de mini-playbackshow. Heb je het al een jaar of is het gewoon van jezelf? Van mezelf. Zo, fantastisch. Ik moet er altijd hele potten in smeren. Knie. Knie. Kwel. Ik knie. Ik kwel. Ik knie. Ik kwel. Ik knie. Ik kwel. En dan schaai je ermee uit. Je wilde wat aan me vragen, hè? Dat heb je nog niet gevraagd, dat wil ik nog wel even weten. Ik ben het alweer vergeten. Ik was zenuwachtig. Ik denk, ze gaat wat heel moeilijk aan me vragen. En dat moet ik onthouden straks en allemaal van die dingen. En nou ben je het weer vergeten. Wat ik zo leuk aan jou vond, dat je eigenlijk niet met me wilde praten. Hè? Je zei, ik haat praten met presentatoren. Ja, dat zei ik. En valt het mee of niet? Nou... Waarom zei je dat dan tegen me? Vond je het niet leuk om even met me te praten? Nou, ik vind zoveel vragen gewoon niet leuk. Ja, maar ik vraag toch allemaal leuke dingetjes? Of niet? Vind je het stomme vragen? Ja, maar net als ik het op tv zie, dan zie ik, nou, het is te veel en ja. Je vindt eigenlijk dat ik overbodig ben? Ja. Ja, gaan we nog even klappen. Leuk onderdeel van de mini-playbackshow, dat was de moppentrommel. Dat fragment met dat lekkere eigenwijs joch. Er waren sterrentjes. De een heet de Nietes en de ander heet over. En de Nietes ging dood en die bleef toen over. Wacht even, dus twee hondjes en de een heet de Nietes en die andere heette? Overnieuw. Overnieuw. Ja, ja. En toen? Nietes ging dood en die bleef toen over. Overnieuw. Ah. En waar is twee hondjes? De een heette Nietes en de ander heette Overnieuw. Nietes ging dood en wie bleef toen over? Overnieuw. Snap je? Oh ja, nu ja! Krijg je een banaan recht? Geen idee. Ik heb het vermoeden jij ook niet. Krijg je mijn aandacht? Was je in één keer, ben je 's morgens wakker en was je gebroken? Ja. Meneer, mag het gips eraf? Uit je hoedie. Tot kijk. Auwe. Uit je poeboe. Agogoye. Kun je baba baba? Uit je hoedie. Uit je tutti per ava? Als je hoorde, hè? Als je hoorde, papa, papa. Kukkie, jij van lappen, papa? Shadoué. Shadoué, mijn vijf, para ti. Para ko, wat sapi, ko. Tu, papa, wat lappen, te koe, papa. Als je hoorde, hè? Als je hoorde. Zo, papa, papa. Tu, pri, papa, lappen, si, me la kala, pireto, papa. Zo, pri, si, pareto, mor, war, pakara, papa. Als je hoorde. We herkennen dat allemaal wel, hè? Ik heb dat ook wel gedaan met vriendjes van die gekke taal spreken. En dan door de gezichtsuitdrukking wist je wel zo'n beetje waar het over ging. En hij had ook de Soundmix Show, de Surprise Show in 88. En in 1990 ging Henny naar RTL 4. Ik zou het nog hebben over wat andere jeugdseries van de KRO. Zoals bijvoorbeeld Oebelen van 1968 tot 1972. Geschreven door het echtpaar Imme Dros en Harry Gele. Met Willem Nijholt als Koen. Wietjeke van Dort als Aagje. Ab Hofstee als Paulus Post. Inderdaad de postbode. En Rob de Nijs was Bello Billy Bigelaar. Het kinderkoor Henk van der Velde deed mee. De regie had Bram van Erkel. Muziek Joop Stokkemans in dit geval. De KRO had ook een kinderzangfestival onder leiding van Wim Quint. Op 13 juni 1970 werd de 10e aflevering uitgezonden van dat kinderzangfestival op radio en op televisie als onderdeel van Oebelen. Zangfestival, zangfestival.
dit zangfestival. Zangfestival, zangfestival. Wie zal er op dit zangfestival met de eerste prijs gaan lopen? Zo jongens, en daar zijn we dan. De finale van het Kinderzangfestival is begonnen. En dit jaar voor de 10e keer. En dat is op zichzelf natuurlijk al iets heel bijzonders, nou, niet waar? Ja jongens, en ik vind het ook hartstikke leuk. En ik weet zeker dat Koen het met me eens is om ook deze keer weer het Zangfestival te presenteren. Ja, natuurlijk. En dat doen we dus zoals we het in Oebelen gewend zijn. Muzikaal. Ja, hè? Want als er wat gesproken wordt, dan is het alleen om iets heel belangrijks te zeggen. Dat is bijvoorbeeld wanneer de uitslag bekendgemaakt wordt door de jury. De jury ook dit keer weer onder voorzitterschap van Wim Quint. Paschalisch school uit Wiegen aan de beurt, met min of meer een wat bijzonder lied. Het lijkt in het begin of enkel narigheid gebeurt, maar ach, zo'n vaart loopt het uiteindelijk niet. En als het strakjes gaat, zoals in het liedje staat, dan maken ze tenslotte, zijn die zangers heel wat mans, een hele goeie kans. Al die koren laat ik dan niet horen. Ik zou het nog even hebben over Rust nog duur. Een KRO-televisieserie tussen 1969 en 1971. Jasperina de Jong vertelt. Ik heb rust nog duur, ik heb rust nog duur. Ik heb rust, roest, rust, roest, rust nog duur. Ik heb rust nog duur, ik wil avontuur. Niet die vaste prik van uur tot uur. Noemen jullie dat genieten, stijve harken, saaie pieten, wat een kick. Ik wil zwabberen en zwerven, anders wil ik liever sterven, zo ben ik. Ik heb rust nog duur, ik heb rust nog duur. Ik heb rust nog duur was een programma dat ging om een familietje, een gezin. Thomas Vink, Erik Herfst, Millie Vink, Jasperine de Jong. En de zusters van Thomas Vink, Marta Vink, gespeeld door Sylvia de Leur. Dat waren dus de drie vaste figuren er altijd in. Ik deed daar drie liedjes in, met een balletje altijd. En het was ontzettend hard werk, want het was 4 wekelijks. Maar het was enig, het was een enige serie. Er zaten schitterende liedjes in, hè. Nou ja, Juffrouw Millie van de Retirade, De Dood van Mijn Schat. Het Paranormale met Connie Stewart toen nog als gasten. Mildred Fink, De Multimiljonaire. Discussiëren, dat was toen allemaal zo vreselijk in Nederland. Iedereen discussieerde. Welterusten Groenteman. Maar wat ben je toch een bange scheiter? Kom!
kwam Jannes kroegen zat in deze toffe stad. Welterusten, een groetje man, welterusten, wakker. Wij bleven als een even kwam nog wel een beetje wakker. De tent van Tante Nel is dicht, dat is een beetje zuur. Maar de tent van Zwarte Jaapie, die blijft open, blijft open. De tent van Zwarte Jaapie, die blijft open tot 2 uur. Jasperine de Jong in Rust nog duur. Overigens, de KRO had na Oebelen nog Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Van 22 januari 72 tot 15 mei 76. Over scenario Harry Gele, muziek Joop Stokkemans. Met Rob de Nijs, Loekie Knol, Martin Brozius en Ab Hofstee. Ook voor het kinderkoor van Henk van der Velde. Heel spannend, 13 delen tussen 1974 en 76. Q&Q, ook weer van Harry Gele, muziek Joop Stokkemans. Gezongen door Robert Long. Q en Q. Erik van het Wouters, Aristides Quarles van Ispen en Martin Bevels als Wilbert Kwant. En ook nog de Crispusaka, wie weet dat nog, tussen 77 en 78, 13 afleveringen met het scenario van Anton Quintana met Willem Nijholt als Ben van Rooyen en Erik van het Wouters Mark van Rooyen. De KRO is nu de omroep van Spoorloos, Kruispunt met de RKK, Memories, Reunie, Boer zoekt vrouw, De Wandeling, Puberaal, Uit de kast, Over de streep, De Rekenkamer, De Keuringsdienst van Waren en Monitor. Ze hadden omroepsters als Tante Hanny Lips, die zo mooi kon zwaaien, Antoinette van Brink, Maartje van Wegen, Tineke de Groot, Hans van Willigenburg was omroeper tussen 1969 en 1989, Diebertje Blok, Mariette Bruggeman was ook assistente in de 1-2-3-show en Sander Simons. Dat was een grote greep uit de KRO-televisie. KRO 90 jaar, ik sluit af. Volgende week ook weer een belofte uit maart van dit jaar. De 100-jarige Sinatra, de 100ste geboortedag van Sinatra. Wat moet dat in Studio Hilversum? Nou, ik ga hem behandelen aan de hand van de muzieksamenstellers van weleer. Hoe gingen zij met Frank Sinatra om? Tot besluit nog even de muziek van The Honeymooners, het 55-56 van Jackie Gleason. 39 afdelingen in Amerika. Daarop is Toen was geluk heel gewoon gebaseerd. Dank weer voor het luisteren. Graag tot de volgende week. Doen. En dat is? Ja, samen met mij vandaag zwaaien naar de kinderen. Natuurlijk, ja? Waar zijn ze? We zwaaien daar en ze zwaaien terug, hoor. Echt? Ja? Zou ze het echt doen? Oh, dat kunnen we op rekenen. Dan doe ik het ook. Ja, hoor. 1, 2, 3. Dag allemaal. Dag jongens. Tot de volgende keer. Dag meisjes.